chic volk in de Amerikaanse ambassade gisteravond. Veel mensen uit de modewereld, maar ook van de koninklijke familie. Prinses Claire is er, alleen. The city through our house is now a fashion path, I think. It's amazing. And there's models everywhere and scaffolding. My husband is missing something. Oh, yeah. De show is een idee van de ambassadeursvrouw. Mode als diplomatie. I love fashion, so I felt that fashion designers could be diplomats too. And tonight, for the first time, we're bringing an American and a Belgian designer together for fashion diplomacy. And I can see what you hear behind your ear. De ontwerpen uit Vlaanderen zijn van Anna Heijlen. Het is voor haar een eer en een extra duwtje naar meer bekendheid. Voor ons is het een challenge, vooral omdat we nu een tweede zaak hier in Brussel hebben opengedaan. En dat Brussel is echt wel cosmopolitan. En dat vind ik fijn, dat wij eigenlijk de Amerikanen naar Europa en naar België halen. De ontwerpster uit Amerika is Millie, stilaan de lieveling van de supersterren daar. Beyoncé, Thandie Newton, Cameron Diaz, Jennifer Aniston are some of my celebrity clients. But I'm most inspired by dressing the everyday woman. Het is de bedoeling om vanaf nu om de drie maanden een défilé te houden in de Amerikaanse ambassade.